niemand is er voorstander voor om kinderen bij hun ouders weg te halen. En sommige mensen zijn inderdaad bang voor dat dat gebeurt als ze om hulp vragen. Natuurlijk is dat niet waarom je hulp inzet. Je wil mensen helpen. En 99% van de gevallen lukt het door dat kind of die ouders te helpen. En naar het gezin te begeleiden. En dan is het uit de huisplaatsing heel niet in de orde. En de mensen die zijn soms wel met dat soort foutieve gedachten komen ze daar te spreken. En dus is er een bepaalde schroom om dan inderdaad om hulp te vragen. Dat kan ik me nog voorstellen, ja. Ja, ik denk dat Sterkhuis uniek maakt. Juist het kijken naar het hele gezin en niet alleen naar één persoon. Als een kind vastloopt, dan heeft dat 9 van de 10 keer wel bepaalde redenen. Dan is er of iets mis met het gezin of natuurlijk met psychische klachten van het kind zelf. Maar vaak ligt er van alles achter. En als je daar niet naar kijkt, dan kun je iemand ook niet goed genoeg helpen, denk ik.